bezig met mijn job, dat ik hier veel doe, organiseren en vervoer organiseren. Ik denk dat er soms zoveel kops worden van, ik wil, het is dus zo moeilijk voor die mensen daar naartoe te laten vertrekken, omdat die mobiliteit er niet is. Artikel 20. Persoonlijkheid lijken mobiliteit. De staten die partij zijn, nemen alle doelstraffelijke maatregelen om de persoonlijke mobiliteit van personen met een handicap met de grootste mogelijke mate van zelfstandigheid tot waarde waarborgen. Mobiliteit wil zeggen je jezelf kunt vervoeren. Zoals ik gebruik mijn brommetje of mijn fiets. Of als je zo naar wet gaat, af en toe een keer met de trein gaan. En dat de korte afstand in, zul ik een keer te voeten gaan. Zelfstandigheid, dat weet ik wel. Dat is een beetje lijp studio doen, een beetje zelfstandig zijn. Zorgen dat je eten in huis hebt. Zorgen dat je de boodschap doet. Zorgen dat je een afte van je brommen uit is. Gaan tanken met de bankkaart. Ik heb zo'n... Ja, daar. Ik kom een land trekken, ja. Om nog pieten van kuren, hè? Voor jou, ja. Maar ik pak ongeveer een drinken, hè? Ook te vroeg wacht ben, pak ongeveer een drinken van 6:30. Het is eigenlijk al vanaf die 17 jaar was dat hij zelf vroeg om met openbaar vervoer een keer naar Brugge te gaan. En we woonden dan in Wevelhem. Dus naar Brugge laten gaan. En ik heb hem op de trein gezet. En hij is al helemaal alleen naar Brugge geweest. En dacht, als hij de weg niet meer vindt, kan hem gaan ophalen. Het is maar een half uur ver met een auto. Ja, ik zei, kan hem gaan ophalen. En in de namiddag kreeg ik dus een telefoon dat hij het station niet meer terug vond. Mm-hmm. Ik zei tegen hem, vraag dat daar ergens. Zijn er ook daar mensen nog rond in Brugge? En 10 minuten later, die belde al van het station dat hij de politieagent was tegengekomen. En dat hij gevraagd had wat dat station was. Dus hij was al terug in het station en zo kon hij terug de trein nemen naar Kortrijk en dan naar Wevelgem eigenlijk. Ja, ze zijn natuurlijk bezorgd, maar ja, niet overbezorgd. Want je beperkt ze daarmee. Hè. Maar ik tracht altijd wel dat er een vangnet is, zodat dat we er toch, dat er iets is, dat we direct kunnen actie nemen. Zo. Is het mooi? Ja, dat zat er ook wel op, stel pijzig, die praten. Staat het er ook op? Ah! Nou ga ik naar boven. Met de wagentje. Omdat ik de trappen niet kan doen. En dan stap ik daarop en dan pak ik de chauffeur een beetje vast. Zo kan ik mezelf bijhelpen. Hè. Neem ik niemand niet nodig voor. Hè. Met de driewielen ga ik zaterdag naar de markt. Of tussen de mensen te zitten. Mm. Omdat ik anders, dan gaat het een beetje over met jezelf. Dat ik zo, s'morgens naar de mensen kan en het zijn mensen die dan babbelen en zo. En, toi, tu l'as fait dans le jeu.
Je scharne bij de mensen en je haalt hem mee ook, ook ergens naartoe gaan, is er je altijd bij. Je doet dat wel herne. In de grote warenhuis, je rijdt met de karren, je holt zelf de karren, steek het geld in. Maar eigenlijk alleen gaat hij nergens naartoe om niemand bij zijn, net met begeleidingen bij zijn. Drinsteken, hè? En nu is het red, hè? We kunnen het per ton, hè? Ik ben tevreden dat hij een keer kan weggaan, maar ja, ik voel me eenzaam wat hij weg is. Hè. Ze kloppen wel een beetje verloren hè, wat hij weg is, maar ik ben content voor hem dat hij kan doen en dat hij mag meegaan. Dat goed, beginnen. Zal ik vragen hoe naar tot aan garage Philips? We gaan een keer kijken waar in dat is. Het is een duurt. Het zijn altijd een wel bepaald doel dat die voor ogen hebben. Ofwel mensen ontmoeten die met een tractor rijden, ofwel een fietsroute doen. Op landelijke wegen, met de kansen dat ik dat tractoren vind. Er zijn hier vier versnellingen dan. Het is ook een verlangen van hem voor zo zijn grenzen te verleggen en overal naartoe te gaan. Dus ik vind niet dat je dat mag beperken omdat ze een verstandelijke handicap hebben. Ze willen doen like iemand, like wie anders in de maatschappij heeft.